Hallo, dames en heren, een nieuwe aflevering. Ik heb een nieuwe setup. Een van mijn kijkers die vond het nodig om te zeggen dat hij het vervelend vond dat hij steeds mijn dikke bek in de weerspiegeling zag. En nou ja, ik ben de moeilijkste niet, weet je. Ik verander mijn setup wel. En nou wou ik dit sowieso al een tijdje doen. En mijn camera zakt weg. Heel erg handig. Wacht even, die ga ik er even vastzetten. Oh, epilepsie, alles. Oké. We zijn er weer. Ik heb... Even kijken of hij het goed doet. Hij doet het goed. Nu even een ander setupje. Met... op ons zonder goede... Een paar promo-kaarten. Er zijn nog veel meer. Daar verder is er nog een Surfetch en een Orbital. Maar die past er niet op. Misschien kan ik die ergens anders. Maakt niet uit. We hebben vandaag... En ik wil ook nog een paar dingen met jullie bespreken. We gaan in elk geval deze unpacken. De Dub Wool Champions Path Box. En... Een promo kaart, de 25th anniversary promo kaarten. Heel vet. Die krijg je dus bij, als je €25 uitgeeft bij de Intertoys, krijg je dus dit setje. En sorry, was die de bevolbox dus. Maar dan gaan we die eerst even bekijken. Wat ik dus ook wel bespreken is waarom dit als TGC extra wordt geüpload. Dat is eigenlijk heel simpel. Ik heb namelijk in de planning nog een heleboel Vivid Voltage boxen, boosters. En dat heb ik uitgerekend tot ongeveer plus minus dat Battle Styles uitkomt, de volgende set. Dus dit wordt dan gewoon een extra serietje, net als de Shining Fates. Maar ik denk niet dat ik daar nog heel veel van ga doen en ik ga ook uitleggen waarom. Maar we gaan eerst even deze bekijken. We hebben als eerst een Grookie. Ik vind hem echt heel vet. Hier promo, Swish 001. Dan hebben we een Scorbunny. Ik weet niet, ik vind het een hele vette promo kaart. En elke maand komt er dus een nieuwe uit. Heel vet. Heel, heel vet. En als laatste dan natuurlijk de Sabble. Die vind ik, denk ik, misschien wel de tofste. Ik vind hem echt heel cool. Maar Scorbunny vind ik trouwens ook wel heel vet. Ik weet niet, iets in deze art vind ik gewoon echt heel tof. Met zo'n... Die zwarte lijn, dat maakt... Ja, weet je, dat vind ik ook wel tof. Ja, Grookie vind ik ook tof. Ik vind ze alle drie heel tof in elk geval. Zijn alle drie heel tof. Dus, die gaan we wel even neerzetten. Sorry, Toxtricity. Ik heb echt een hele zooi aan Toxtricity kaarten besteld. Of hele zooi, ja. Gewoon een aantal die uit zijn. Maar voor nu, doen we het even zo. Dan gaan we deze box doen. Maar goed, waarom ik niet zoveel Shining Fates ga doen is... Omdat ik het in de vorige video ook al zei, maar dat wil ik even toelichten. Op dit moment, zeg maar, wat er in de Pokémon-wereld gebeurt, is dat er heel veel scalpers zijn of zo meteen. Heel veel van die opkopers. En die kopen hele winkels als daar leeg om het met ziekelijk veel winst weer door te verkopen. En daar doe ik gewoon niet aan mee. Weet je, ik ga daar niet in mee om voor een set wat normaal €25 is, daar ga ik geen €40 voor betalen. Zo simpel is het. En dat is gewoon op het moment met Shining Fates echt een groot probleem. Er was ook een probleem met Champions Path. Maar gelukkig komt er nu weer een beetje Champions Path bij. Deze heb ik nou gewoon bij de Intos gekocht. Maar ja, goed, weet je, ja, wat ik zeg. Ik ga niet zoveel geld uitgeven voor Pokémon kaarten die veel goedkoper zijn. Weet je, ik wacht wel op de restock. Ik bedoel, ik ben niet echt een diehard verzamelaar. Ik spaar het gewoon een beetje voor de YouTube monies. Nee, gewoon voor YouTube videos maar even een beetje uploaden. Dat vind ik leuk. Maar ik ga dus niet knijtertje veel geld eraan uitgeven. Zo simpel is het. Daarom ga ik waarschijnlijk weinig Shining Fates nog doen. Tenzij ik wat op de kop weet te tikken voor een normale prijs. Hè. Neem nou de Intertoys of ik heb een persoon die mij nog wel eens wat leuke dingen aanbiedt. Weet je, als hij wat heeft, dan wil ik wel wat afnemen. Maar ja, ik ga geen knijtje veel geld betalen. Zo simpel is het. Nou, de Dubbel V-card is precies hetzelfde als die andere. Maar goed, als die promo daar. En in deze pack zitten 4... packs. Ik ga ze... 3. Alcremie heet die volgens mij. Die gaan we unpacken. En de... jullie hebben waarschijnlijk de QR-code al. De codekaart. Maar goed, dus nu even wat Champions Path weer. Wat wil ik poelen? Nou ja, de Charizard natuurlijk. Verder heb ik niet zo heel veel met Champions Path. Ik denk van die kaart wil ik echt heel graag hebben.
Even kijken, zo eruit. Oh, ik doe het fout, hè? Maakt niet uit. Oh, ja, maar deze set maakt het trouwens niet uit hoe je hem packt. We beginnen met een Energy. Een Sharpedo. Een Bidè. Team Yogurant. Een Swablu. Een Caravena. Vind ik ook wel zo'n toffe art hoor. Hele vette art. Een Linoone. Een Weedle. Is dit al de reverse? Nee, de reverse komt nu nog niet. Nee. Een Inkay. De reverse is een Machop. Vraag ik die al. En dan de is. Oh, gelijk een hit. Gelijk een draw. Deze. Super vet. Heel cool. Hoppa. Opgeborgen. Duraludon. 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 Heel cool. Oké. Ja, tevreden. Zeker tevreden. De reverse even apart houden. En dan gaan we door naar het volgende packie. Maar goed, dus ja, weer wat Champions Path. Ik vind het art van Champions Path vind ik op het algemeen wel tof. Ik heb er nou, niet zoveel mee met Champions Path. Vooral omdat het toen al heel moeilijk was om aan te komen, zeg maar. Dat mensen het begonnen te flippen. En nu is het weer op voorraad, dus dat is wel fijn. Een Energy. Een Machoke. Deze art vind ik ook wel vet hoor. Ik heb het idee dat mijn lamp, ik heb hier een lamp staan, dat die niet op de kaarten gericht zijn. Maar ik moet even een keer een verlengsnoertje halen, want hij staat ook best wel op het randje. Kabu. Absol. Vulpix. Potion. Filheal. Een Rolycoly. Nog een Machop. De reverse is een Pokeball. Heel cool. En een Lycanroc. Dat is heel jammer, want die heb ik al 2 keer of zo. Oh, er hoeft geen sleeve omheen. Daar hoeft geen sleeve omheen. Dan gaan we naar het volgende packie. Waarschijnlijk heb ik ook al mijn hit gehad hoor. Waarschijnlijk zit er niet nog iets goeds in. Want in die pack zit meestal één. Als je zo'n 4-pack hebt, zit meestal één goede hit. En dan de rest. De rest is gewoon een crap pack. Of nou, nah, crap. Je weet het niet. Er kan nog van alles gebeuren. Maar goed, ik vermoed van niet. Maar dat maakt niet uit. Weet je, oh, deze vind ik ontzettend een toffe kaart. Ik heb hem al echt een paar keer, maar. Victini. Arbok. Kijk dan, het is een beetje gal te spuwen. Wat ik meestal ook doe. Rotom Swablu. Een Machoke. Een Zigzagoon. Een Vulpix. Een Rockruff. De reverse is een Hyper Potion. En een. Dit menen ze ook gewoon, hè? Dit menen ze ook gewoon. Goed, nog een Lycanroc. Die ik al 83 keer heb. Maakt niet uit, we gaan het laatste packje doen. Met twee Lycanrocs. Zal hier nog een Lycanroc in zitten? Die kans is natuurlijk aanwezig. De codekaart. Oh, dat is een Z. 1, 2, 3, 4 naar voren. En we beginnen met een Energy. Een Sonia. Een Suspicious Food Tin. Wat doet hij eigenlijk? Heal 80 damage from one of your Pokémon that has at least one energy attached. If you healed any damage in this way, discard energy from it. Oké, cool. Pierce. Sizzlepire. En nog een Pokéball. Een Inkay. Vulpix. Een potion en een reverse is een full heal. Nou, ik heb echt van 4 packjes heb ik 3 trainers als reverse. En oh, een Eldegoss V. Dat had ik niet gedacht. Ik zeg gewoon eerlijk, had ik niet gedacht. Nou, toch nog 2 hits. Dat is wel weer fijn. Hoepla. In de sleeve. Mijn sleeves zijn bijna op. Dus Ruud, als je dit kijkt, doneer me even nieuwe sleeves. Het liefst weer die Apple Green, deze. Dit zijn echt fijne sleeves. Dus dan maak ik weer reclame voor jou. Dingetje. Hè, hoe heet het ook weer? Kaartflow.nl. Nou, ik heb het nu al geshoutout. Dus ik verwacht de sleeves binnenkort.
Even een kleine recap. Wat we hebben vandaag gekregen is 2 Lycan Rocks. Terwijl ik er ook al 2 had. Misschien zelfs 3. Een Full Heel Reverse. Hyper Potion Reverse. Pokewell Reverse. Een Machop Reverse. En deze 2 pareltjes. Nou, niet verkeerd. Ik zeg gewoon eerlijk. Ik ben tevreden. Maar mensen, ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze aflevering. En ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Dat is woensdag. Want dit wordt op zaterdag geüpload. Dus tot woensdag. Dan gaan we weer Vivid doen. Peace!